De bijeenkomst die ik s'avonds moest bezoeken duurde veel korter dan ik had begroot. Reeds om negen uur kwam ik weer thuis. Mijn vrouw zat in haar stoel en zei glimlachend, ik was net begonnen. Naast haar lag een plastic vuilniszak en bij haar voeten stond een grote blauwe hoedendoos. Die heeft al meer dan dertig jaar al onze verhuizingen overleefd. Er zitten brieven in. Voor ik mijn vrouw ontmoette, heeft ze vier jaar in Parijs gewoond. Het was, geloof ik, de meest onbekommerde tijd van haar leven. Ze had er een groot aantal vrienden en vriendinnen van diverse nationaliteiten. met wie ze uitvoerig correspondeerde. De brieven die ze uit vele windstreken terugkreeg, lagen in de enveloppen opgestapeld in de hoedendoos. Die onder in de kleerkast stond en voor haar de Parijse jaren betekende. Poosje geleden zei ze tegen me: Ik ga die brieven toch eens wegdoen. Waarom voor u? Nou, wat heeft het nou voor zin ze te bewaren? zei ze. Ik lees ze nooit meer. En dan, als ik straks doodga, ik verzoek je dringend niet straks dood te gaan, zei ik. Nee, ik bedoel, zei ze, dan zitten die kinderen met die brieven. Ik ga ze verscheuren een keer. Die keer was blijkbaar nu aangebroken. Ik ging zitten, ze keek me een beetje verlegen aan en vroeg: uh, wil je me een lol doen? Tuurlijk. Nou, je hebt misschien hiernaast wel wat te werken of zo. Als je er zo bij zit. Ik wou het liever alleen doen. Goed, zei ik. ik, ik wil me er niet mee bemoeien, maar ik geef je één advies. Wat dan? Ga niet lezen, zei ik. Alleen maar scheuren. Moedig doorscheuren. Als je begint te lezen, dan zit je morgenochtend om zeven uur nog. Ik beloof het, antwoordde ze. En ik roep je wel als ik klaar ben. Ik ging in de andere kamer achter mijn schrijfmachine zitten en begon post te beantwoorden. Het bestaan had meer dan ooit iets van een perpetuum mobile, want ik maakte brieven en zij vernietigde brieven onder hetzelfde dak. Het was bijna middernacht toen ze riep: 'Kom maar'. Ik ging de huiskamer binnen. De hoedendoos was helemaal leeg en de vuilniszak helemaal vol. Met de snippers van een gelukkige jeugd. Het is gebeurd, zei ze. Op tafel lag een grote gele envelop, en deze dan, vroeg ik. Oh, daar heb ik de vreemde postzegels in gestopt, zei ze. Die heb ik er afgehaald. Voor het partje. Hij spaart toch postzegels? En met een lachje. Er zit misschien wel een stukje voor je in. Ik knikte en ik strekte mijn hand uit naar de vuilniszak. Maar ze zei op een haast plechtige toon: Nee, deze ga ik zelf buiten zetten. En dat deed ze. Weer terug in de kamer ging ze in de stoel zitten en riep: Hé, wat ben ik blij dat ik eindelijk van die boel af ben. Maar ze is nooit op de toneelschool geweest en daarom wist ik. Dat het niet waar was.